Surinamers moeten in staat gesteld worden om een duurzaam leven te leiden. Dit zei DA91-partijvoorzitter Angelique Del Castillo gisteren tijdens de opening van een infocentrum te Nieuw-Nikeri. Del Castillo stelt dat het partijbelang van een politieke organisatie niet groter mag zijn dan het belang, dan het algemeen belang van het volk. We denken aan elke Surinamer die vandaag leeft, maar ook die morgen komt. We denken aan elke burger van de hele wereld die in dit land moet komen investeren. Of op vakantie moet komen. Of moet praten over dit land in zijn land als een voorbeeld voor de wereld. Dat is waar wij aan denken als DA91. We don't think small. We think big. DA91 is geen partij die praat over wij zijn grote partij. We praten over zijn partij voor Suriname. Omdat wanneer ze zeggen ze zijn groot, zien we hoe klein ze Suriname maken. Hoe klein ze je portemonnee maken. Maar hun portemonnee wordt steeds breder. En wij gaan dat afstraffen. En we gaan die ommekeer brengen. En we gaan die cyclus doorbreken. De politieke organisatie is reeds begonnen met haar verkiezingscampagne in de districten. Del Castillo merkt op dat het tijd wordt dat Surinamers wat ademruimte krijgen en niet steeds gebukt gaan onder financiële druk. Het binnenland moet ontsloten worden en er moet meer geïnvesteerd worden in onderwijs en andere sectoren die de verdere opbouw van Suriname kunnen bevorderen. Zo besluit de DA91-voorzitter.